is de zesde expeditiedag en zoals je achter mij kan zien hebben we hier te maken met open water. De expeditie staat voorlopig stil. Het is heel moeilijk om hier een weg doorheen te vinden. En voor ons is dit min of meer op dit moment een sportieve uitdaging. Alleen voor de wereldgemeenschap is het een uitdaging van formaat. Want een veranderende Noordpool met meer open water en smeltend ijs zal uiteindelijk een voorbode zijn van een veranderend klimaat op de hele wereld. Wetenschappers over de hele wereld zijn erg bezorgd over de veranderingen die hier worden waargenomen. En wij leveren een bijdrage aan het onderzoek naar die veranderingen. The ice is crunching together. So I'm standing at this point right now where it cracks up. So you can hear the sound and could be a little bit dangerous, but I've done this before, so I know how it works. Oh, now it cracks under me here. Kijk, watch it! Samen met het Wereld Natuurfonds, Ascent en Ben & Jerry's, willen we eigenlijk op een hele avontuurlijke manier aandacht vragen voor de oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van het broeikaseffect. Wat doe jij eigenlijk aan een steeds warmer wordende Noordpool? Ik hoop niet dat het te ver van je bedshow is. We hopen daar dan zeker veranderingen aan te brengen. Want met elkaar kunnen we stappen zetten naar een meer duurzame toekomst.